Waterman, welkom bij jullie reading. En we gaan een reading doen, wat zie je niet aankomen in de liefde? Afgelopen weekend heb ik een poll geplaatst op mijn YouTube kanaal. 34% wilde graag een sterrenbeeld reading op het gebied van liefde. En 30% kwam er achteraan met wat zie je niet aankomen. Dus we maken er een combinatie van. Dit is voor iedereen die Waterman in zijn zon, maan of ascendant heeft of een andere plaatsing. Crosswatchers zijn welkom. En we gaan beginnen met de tweelingzielenkaarten. En dat hoeft niet te betekenen dat je per se in een tweelingzielenconnectie zit. Maar het zijn natuurlijk wel kaarten die betrekking hebben op liefde en relaties. En de eerste kaart van jullie, Waterman, is de kaart loslaten. Wanneer je durft los te laten, leer je tweelingzielenproces ten volle te bevatten. Wanneer je durft los te laten. Wat mag er nog meer naar voren komen voor het sterrenbeeld Waterman-universum? En ik heb zojuist ook de reading gedaan voor Weegschaal. En er kwam een hele sterke, gelijke energie naar voren. Dus het kan zijn dat je met een weegschaal te maken hebt. Waterman, want ook de Waterman-energie kwam door in de weegschaalreading. Maar het kan ook zo zijn dat je een hele sterke plaatsing hebt in het sterrenbeeld weegschaal. Universum, wat mag er nog meer naar voren komen voor Waterman? Sterrenbeeld Waterman, als het gaat om de liefde. Potentieel. Ja, en die heb ik ook bij meerdere sterrenbeelden naar voren zien komen. Je bezit het potentieel om de universele tweelingzielenenergie uit te dragen. Mag er nog meer naar voren komen, universum? We hebben de kaart ontkenning, Waterman. Maak een kom af met leugens en ontkenning. Accepteer datgene wat is. Dus je kunt in een fase zitten van ontkenning en daardoor dingen niet kunnen loslaten ook. Wanneer je durft los te laten, leer je het tweelingzielenproces ten volle te bevatten. En dan hebben we als laatste kaart ook de kaart dwangmatigheid. Jezelf onderwerpen aan dwangmatigheid hindert de reis die je binnen in jezelf aflegt. Dus ook dwangmatigheid naar jezelf toe hindert de reis die je binnen in jezelf aflegt. En dan hebben we de kaart intensiteit onder op het dek liggen. Intense liefde tussen tweelingzielen is universeel en nooit vanzelfsprekend. Is de boodschap. En we gaan de tarotkaarten erbij nemen. Onder op het dek, na het voorschudden op jullie energie, Waterman, hebben we de schildknaap van zwaarden. Ja, dit kan een boodschap zijn die er binnenkomt. Kan gaan over communicatie. Ook die schildknapen hebben met een nieuw begin te maken. Het zijn studenten. Dus iets is in een ontwikkelingsfase. Is net begonnen. Het kan te maken hebben met iemand in de gaten houden. Dus het kan zijn dat je iemand in de gaten houdt via social media. Of iemand houdt jou in de gaten. En dan onder op het dek hebben we de dwaas. En dit heeft te maken met een nieuwe start. Een sprong in het diepe wagen. Positief denken. Dus je bent misschien aan het nadenken om een soort van risico te nemen of een sprong te wagen, een nieuwe start te maken. Maar je hebt daar misschien eerst meer informatie over nodig of je wil iemand eerst beter leren kennen. Universum. Wat is de boodschap voor Waterman in liefde? Wat ziet Waterman niet aankomen in de liefde? Daar hebben we de keizer. En die lag onder op het dek. Bij weegschaal ook. En dit is ramenergie. Een kaart van controle. Het op jouw manier doen. Of je hebt te maken met een keizer. Ramenergie. Of iemand die sterk aansluit bij de energie. Het kan een zelfstandig ondernemer zijn. Kan een vaderfiguur zijn. Kan iemand zijn met een belangrijke baan. Iemand die respect krijgt van zijn omgeving. Zelfs iemand die uniform draagt tijdens zijn werk. Een hele beschermende persoonlijkheid. Ja, iemand die de leiding, de controle heeft. Universum, wat ziet Waterman niet aankomen in liefde? De pentakels 5. En dit is een kaart van je eenzaam voelen. Of je niet goed genoeg voelen. Je buitengesloten voelen. Verlaten zijn, eenzaam, ja. Wat mag er nog meer naar voren komen? Het kan ook een kaart zijn van negatief denken, uitgaan van het ergste. Of een verlies.
gebrek aan is dit met die pentakels 5. Universum. Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat is het wat Waterman niet ziet aankomen in liefde? Wat ziet Waterman niet aankomen? En we hebben 2 kaarten. En de zwaarde 10 kwam ook tijdens het voorschudden 2 keer naar voren. En dit heeft te maken met een einde van een situatie. Dus of er gaat een einde plaatsvinden. Een moeilijke periode die beëindigd wordt. Of op een, ja, een moeilijke manier beëindigd wordt. Of op een pijnlijke manier beëindigd wordt. Maar ik heb het gevoel dat dit voor het merendeel van jullie watermannen al iets is wat heeft plaatsgevonden. En we hebben daarnaast de ridder van bekers, de ridder van kelken, schorpioen, kreeft, vissen energie. Wat kan staan voor plotselinge verliefdheid? Een vluchterige energie. Jezelf weer open durven te stellen voor liefde. Onder op het dek hebben we de bekers 8, kelken 8. Dus een emotionele beslissing maken om iets achter te laten. Het gevoel hebben, het is nu tijd voor verandering. Wat is er nog meer te koop in de wereld als het ware? En ja, een situatie die je niet blij maakt, niet gelukkig maakt. Waarbij je het gevoel hebt, er is constant een soort van gebrek. En het kan te maken hebben met wat een ander geeft in een situatie. Of een ander wil niet veranderen. Als je te maken hebt met een keizer, dat kan ook iemand zijn die heel koppig is. Het allemaal op zijn manier, wil niet veel veranderen. En ja, je hebt het gevoel er samen niet uit te komen. En bent misschien aan het overdenken om de situatie te verlaten. Of dit is iemand die jou heeft verlaten, jullie connectie heeft verlaten of gaat verlaten met die pentakels 5. Onder het volgende dek hebben we de kelken 10. Dit is happily ever after. Een gelukkig huwelijk, een gelukkige relatie. Liefdevolle mensen om je heen. En ja, ook weer een familie afgebeeld. Echt geluk, het ultieme geluk, liefde ervaren. En ik zie de ridder van pentakels. Stier maakt steenbok energie. En de kelken 9. Dus voor sommigen van jullie gaat het allemaal heel langzaam in een relatie. En ben je aan het overdenken om op zoek te gaan naar iets anders, iets beters. Voor anderen van jullie, Waterman, heb je misschien in het verleden iemand in de steek gelaten? Ben je weggelopen van een connectie? En heb je gekozen voor iemand anders? Heb je gedacht, het gras is groener aan de andere kant met de kelken 8? Maar is het toch iemand die je in de gaten bent blijven houden met die schildknaap van zwaarden? En je ervaart het gemis van deze persoon nu als, ja, als een gemis. En je wil daarin de leiding gaan nemen, de controle gaan nemen. En je bent misschien aan het nadenken over een boodschap met die ridder van bekers. Je kelk aanbieden. Universum, waarom ligt hier de kelken 8 voor Waterman? De kelken 8. Voor sommigen van jullie, Waterman, zit je in een relatie. En zoals ik zei, het gaat allemaal maar heel langzaam. De dingen, ja, het is niet naar je wensen. Het is niet wat je verlangt met die pentakels 5, met die kelken 8. En dit is iets wat je misschien hebt ontkend. Maar waar je nu dus wel de verantwoording in gaat voor gaat dragen en de stappen gaat zetten die nodig zijn. Dus we gaan het zien. We hebben hier de keizerin. Stier, weegschaal energie. Ja, daar komt weer die weegschaal energie. Waarom is hier de kelken 8? En die keizerin heeft te maken met groei, ontwikkeling, de geboorte van iets nieuws. Kan zijn een nieuwe relatie. Maar dus ook keuzes maken die goed zijn voor jezelf. Want die keizerin is helemaal in balans, zen. Zorgt goed voor zichzelf, voor anderen. Het kan een soort van moederenergie zijn.
moederlijke energie of iemand met wie je kinderen hebt. Het kan zijn dat je in een relatie zit waarin je graag een gezin wil stichten. En het wordt steeds uitgesteld. Dus je hebt het gevoel van, ja, hoe langer ik wacht, hoe ouder ik word. En het is nu tijd om een beslissing te maken als ik inderdaad nog een gezin wil stichten. En het kan mannelijke of vrouwelijke energie zijn. We dragen beide in ons. We hebben hier wel die keizerin. Het kan ook een... Ja, we hebben de keizer en de keizerin. Waarom ligt hier de kelken 8? En het kan een heel moeilijk besluit zijn om een relatie achter te laten. Omdat je toch graag een gezin zou willen stichten. En je ziet het er niet van komen met deze persoon. En het hoeft niet voor iedereen te resoneren. Waarom ligt hier de kelken 8? Het kunnen ook andere dingen zijn die je, waar je over nadenkt. Waarom ligt hier de kelken 8? Pentakels 8. Ja, ergens je tijd en energie instoppen wat je voldoening brengt. Een situatie willen verbeteren. En ik heb het gevoel dat je in deze connectie, de persoon waar je nu aan denkt, die relatie, al ja, alles gedaan hebt om de situatie te verbeteren. Dus wat kan ik nu nog doen? Wat zijn nog mijn opties? Wat zijn mijn mogelijkheden met de kelken 7? Wat is voor mezelf goed? Wat brengt mij groei? Wat brengt me verder? En je hebt heel lang zo gezeten van, ja, dit, er zijn verschillende opties, maar ik kan nog niet direct een knoop doorhakken of een keuze maken. Een soort van innerlijk conflict. Of bepaalde dingen die er gewoon tussen zijn gekomen. Met staven 5, een kaart van conflicten. Een kaart van uitdagingen, obstakels. Maar ik heb het gevoel dat het ook een innerlijk conflict is. Het is een hele emotionele keuze om iets achter te laten. Maar je gaat het achterlaten. En dit is wat je niet ziet aankomen. Je gaat naar kalmer vaarwater. Naar een plek waar je je vredig voelt. Waar je ja, die kopzorgen los kunt laten. En ik heb het gevoel dat je ook hulp daarbij gaat krijgen. En er kunnen constant conflicten zijn in een relatie of meningsverschillen. En iemand wil het gewoon op zijn manier. En het botst. Kijk, weer de kelken 8 wil eruit komen. Waar ligt hier die keizer? Weer de ridder van kelken. En de kelken 9. Dus je weg vervolgen. Weer openstaan voor iets nieuws, een besluit nemen om iets te beëindigen. En dat heeft te maken met je eigen emotionele balans. Het kan ook zo zijn dat jij heel serieus staat in een relatie en de ander heeft meer zo'n... je kunt de ander ervaren als zijnde wat onvolwassen. En dat kan iemand zijn die wel gewoon dezelfde leeftijd heeft, maar die nog houdt van een feestje, houdt van een drankje. En niet... Ja, die stabiliteit kan bieden of niet het serieus, die relatie serieus, er serieus in staat. Waarom ligt hier de pentakels 5? Want je voelt je op de een of andere manier tekort gedaan. Waarom ligt hier de pentakels 5? Het kan zijn dat je ook gaat twijfelen aan jezelf, Waterman. Waarom ligt hier die pentakels 5? Maar ik zie dus dat je zelf een keuze gaat maken die gaat leiden tot ja, geluk. We hebben hier de maan. Onzekerheid. Angsten. Bang om uit je comfortzone te stappen. Waarom ligt hier de pentakels 5? Iemand kan ook van jou vragen om een serieuze stap te zetten. En je hebt je twijfels en je angsten. Waarom ligt hier de pentakels 5? Koning van staven, ram, leeuw, boogschutter. En dit is iemand die actie onderneemt, een go-getter. Iemand die weet waar hij naartoe wil. Iemand die inspirerend is, anderen motiveert.
Waarom ligt hier de maan voor Waterman? Datgene wat nog niet zichtbaar is. Of emoties die je diep wegstopt. Die je ontkent. Waarom ligt hier de maan? De gehangene. En ik zie de zegenwagen. De gehangene is echt stilstand, stagnatie. Jezelf misschien opofferen in een situatie. Bang zijn om dingen onder ogen te zien. Maar met die gehangene, dit is ook iets vanuit een ander oogpunt, ander perspectief gaan zien. Niet weten wanneer de verandering komt, wanneer de beweging komt. Dus besluiten om zelf die actie te ondernemen. Waarom ligt hier de zwaarde 10 met de ridder van kelken? Waarom ligt hier de zwaarde 10 met de ridder van kelken? De staven 3. En dit kan een kaart zijn van iets manifesteren, de stappen zetten. Maar wel nog afwachtend zijn. Wanneer komt datgene naar me toe? Wat ik graag wil. Je hebt een visie voor de toekomst met de staven 3. Deze persoon staat met zijn rug gekeerd naar het verleden. Kijk naar de toekomst. En is nog aan het plannen. En de boodschap van het universum is ook: heb geduld terwijl je stappen, je volgende stappen plant. Want datgene waar je, wat je probeert te manifesteren, dat is al onderweg naar je. We hebben hier een schildknaap van pentakels. Ook weer een nieuw begin. En dit kan ook te maken hebben met een boodschap die er komt. Iets waar je misschien op hebt gewacht. Nadat er een einde heeft plaatsgevonden. Ridder van pentakels. Als je te maken hebt met een aardeteken, stier, maag, steenbok, is het een hele langzame energie. Er kan zich een situatie hebben voorgedaan waarbij iemand is weggelopen. En waarbij beide heel koppig zijn om de eerste stap te zetten. De een wacht op de ander. En het kan uit een vorm zijn van ego. De zwaarde 3. Pijn, verdriet, teleurstelling. En de gerechtigheid. En dit is weer een kaart van balans. Assertief zijn, een situatie zien voor wat het echt is. En op basis daarvan keuzes maken. En het kan te maken hebben ook met wettelijke zaken. Het kan te maken hebben met beslissingen. Wettelijke beslissingen die er genomen worden, partnerschappen, contracten. Het huwelijk is natuurlijk ook een contract. Nou zie ik hier niet direct kaarten die te maken kunnen hebben met een huwelijk, maar we hebben er wel de keizerin en de keizer. Ja, divine feminine en masculine, dus dit kan een stel zijn. Het kan zelfs zo zijn, weegschaal, dat je aan het wachten bent totdat iemand vooruit kan nadat een soort van relatie verbroken wordt. Maar je hebt geen idee wanneer er beweging gaat komen in die situatie. En het kan dus zo zijn dat datgene wat je niet ziet aankomen is dat er communicatie gaat komen, waardoor er duidelijkheid komt over een einde, of dat je zelf de knoop gaat doorhakken. En ik heb het gevoel op het moment dat de knoop doorgehakt wordt, dit brengt je ja, echt emotionele balans en tevredenheid. Ook als je ervoor kiest, als je bang bent om alleen te zijn. En sommige mensen vinden het heel moeilijk om
alleen te zijn. En dat is dan een reden om in een relatie te blijven die je niet gelukkig maakt. Maar ik zie dat er een soort van energie van tevredenheid gaat komen, dankbaarheid. En zelfs als je moeite hebt met alleen zijn, dan is het vaak beter om alleen te zijn als in een relatie die je verdriet doet en teleurstelt. Dus blijf niet in een soort van ontkenning zitten en durf los te laten. Dat is jullie boodschap. Als het resoneert, hoor ik het heel graag in de reacties. En dat kan ook zijn over een tijd, want het hoeft niet per se allemaal nu in de komende week te gebeuren. Dat kan ook uitstrekken over een drietal maanden of over 1 maand. Dus kijk of het resoneert, hoe het resoneert. Laat het me weten. Iedereen bedankt voor het liken, delen en abonneren op mijn kanaal. En Waterman, ik wens jullie heel veel liefde en licht toe. Tot de volgende keer. Dag!